Het was een revolutie, zoals de hele 19e eeuw vol is van revoluties, omdat het ook een soort, het is net alsof je een steentje laat rollen van een berg, hè, want dan neemt het steentje, neemt een nieuw steentje mee en tenslotte is het een immense, alles verpletterende ravine. Het van Rossum, kunt u mij horen? Je hebt vandaag, we hebben al een paar uitvinders hebben we gedaan, hè? En je hebt voor vandaag ook weer wat voorbereid. Ja, ik had een uitvinder op de rol staan, namelijk Edison. Ja, in combinatie met Tesla? Nee, dat ga ik niet doen, want ik heb een bijzonder aardige mail gekregen, waarin ik er toch op gewezen ben dat ik Tesla niet te veel eer moet geven, dat hij toch weliswaar een briljante engineer was, moet je dat zeggen, ingenieur was, elektrotechnisch ingenieur. Maar dat hij ook wel een fantast en een kletsmajoor was en al een hele rare ideeën heeft nagejaagd die niet erg realistisch waren. En bovendien dat die grote twist tussen Edison en Tesla ten aanzien van gelijkstroom en wisselstroom, dat veel meer een twist was tussen twee bedrijven. Eén inderdaad het bedrijf van Edison, Edison Electric geheten, en Westinghouse. Waar zullen we zoiets over zeggen? Dus op het punt van Tesla, ik zal Tesla nog wel behandelen, maar ben ik wel iets terughoudender aan denken naarmate ik mij in de zaak verdiept heb. Waardoor ik natuurlijk ook weer geleerd heb dat je al heel snel, ook op dit punt, niet waar de, zeg maar de start van de elektrificering van de wereld, want eigenlijk hebben we het daarover natuurlijk, Faraday, Edison enzovoort. Eigenlijk hadden we Volta en Ampère ook moeten behandelen, maar hebben we dat niet gedaan. Misschien moeten we dat eigenlijk nog een keertje doen. Misschien kan ik Volta zo nog even noemen. Dat is ook zo'n Italiaanse, daar begrijp je, Italiaanse uitvinder, zal ik maar zeggen. Gaat dan maar over elektriciteit. In bredere zin zou je ook moeten zeggen, die 19e eeuw is toch een wonderbaarlijke eeuw, zonder meer. Ik heb ook wel eens ergens gelezen in 1800, als je in 1800 naar Europa zou kijken, wat natuurlijk toch voor het overgrote deel agrarisch was, afgezien van een aantal, de Nederlandse Republiek, een beetje een handelsrepubliek, had al een beetje industrie in de Midlands in Engeland, maar toch, het was een agrarisch Europa, waarin de modale agrariër het niet anders had dan die het in de middeleeuwen had. Hè. Een heel traditioneel moeizaam bestaan, en als het hoefde maar iets te mislukken en je had honger, bij wijze van spreken. Nou, ook letterlijk. Ja, en dan komt die 19e eeuw en nou, je zou kunnen zeggen dat een groot deel van de Europese bevolking in 1800 nog in de middeleeuwen leefde. En in 1900 is het allemaal anders geworden. Het is een wonderbare ontwikkeling waarin, kijk, natuurlijk waren de grondslagen gelegd met de stoommachine in vroege 18e eeuw en de mechanisering van de textielindustrie in de loop van de 18e eeuw. Dat is nooit iets wat plotseling, niet waar, als een ei waar een kuik uitkomt, te functioneert. Trouwens, dat ei heeft natuurlijk ook al een geschiedenis, een kip, nou, enzovoort. Maar dat, de 19e eeuw is toch wel heel erg opmerkelijk. En hebben we ooit iets aan Jules Verne gedaan? Volgens mij heb je hem wel eens genoemd, maar hebben we het nooit uitgebreid behandeld. Nou ja, Jules Verne is een hoogst interessante figuur, ook als, ook kan die symbolisch wel een beetje voor de 19e eeuw staan. Ik heb het vaak gezegd, ja, het is een beetje, ja, misschien een beetje een gekke uitspraak, maar de 19e eeuw is mijn lievelingseeuw in allerlei opzichten. De 19e eeuw is toch de spil waarin in feite een traditionele agrarische samenleving uiteindelijk alleen eerst in West-Europa en de Verenigde Staten gewoon verdwijnt en een totaal nieuwe industriële samenleving tot stand komt. En dan is het verschil tussen 1800 en 1900 is gigantisch, gigantisch groot. Dat is eigenlijk nauwelijks te bevatten zo groot. Jules Verne is geboren in, ik meen 1828 of zo is het dergelijks, en overleden in 1905. En Jules Verne was op zichzelf een aardsconservatieve man die zijn hele leven, ik geloof, in Amiens gewoond heeft. En ook met een aardsconservatieve vrouw getrouwd was en en tegelijkertijd is hij ook de boodschapper van de nieuwe tijd. He, van een superieure elektrische onderzeeboot, kapitein Nemo, de Nautilus enzovoort enzovoort. Dus hij vanuit zijn Franse provincieplaats ziet hij,
En hij had een goed begrip over wat mogelijk was en waar het heen ging. Ziet hij eigenlijk deze ingrijpende totale transformatie van de samenleving beginnen en zich verder ontwikkelen. Nou, overleven in 1905, ook weer een jaar van Einsteins speciale relativiteitstheorie. Dus gek genoeg, deze conservatieve Fransman staat eigenlijk een beetje voor die fantastische transformatie die zich in de 19e eeuw heeft voltrokken. Mag ik ook iedereen nog eens oproepen die misschien verlegen zit om lees voeren. Je kunt bij Jules Verne beginnen in ieder geval. Ik heb het al volgens mij al eens eerder gezegd. Met een viertal boeken die in feite een sterke onderlinge relatie vertonen. Dat is A, Het geheimzinnige eiland, deel 1 en 2. En B is dat hoe heet het nou, 20.000 mijlen onder zee, deel 1 en 2, ik geloof oostelijk en westelijk halfrond. Die vier boeken zijn aan elkaar gerelateerd en vertellen uiteindelijk een geschiedenis, deels de geschiedenis van die schipbreukelingen op het onbewoonde eiland en deels de geschiedenis van kapitein Nemo. Wie was hij eigenlijk? Hij was natuurlijk niet kapitein niemand. Hij was iemand en hij had, om goede redenen was hij aan die boot begonnen. Zal ik nou maar even zeggen. Ja, dus lees die eerste vier boeken. Die zijn natuurlijk volgens mij niet hertaald of zo. Dus dat tegenwoordig zo treffend heet. Dan denk ik altijd hertaald. En wat voor proza is het dan hertaald? Dat zou ik dan wel eens willen weten. Ik zag dat Niels Holgersson hertaald was. En dan denk ik, ja, de vertaling van Niels Holgersson was niet groots. Dat wil ik wel toegeven. Maar ik heb de hertaling niet onder ogen gehad. Dus daar kan ik niet over oordelen. Maar ik hoop niet dat het dan zo gemoderniseerd is. Per slotverrekening een boek van 1908. Ik vind ook dat Jules Verne, dat zijn hele behoorlijke vertalingen, die Nederlandse vertaling van Jules Verne. Dat hoeft, mensen zullen het misschien een beetje moeilijk vinden, maar het is goed te doen. Het is mooi, gewoon mooi. Wanneer zal het in Nederland vertaald zijn? In de late 19e eeuw neem ik aan. Ik weet niet, ze zijn ongetwijfeld antiquarisch moeiteloos verkrijgbaar. Ik kan het warm aanbevelen. En dan de plaatjes. De plaatjes zijn zo diep 19e eeuws. Je hebt van die illustratoren dat je denkt van nou, Doré. Sprookjes van geïllustreerd door Gustave Doré. Ten slotte is hij geloof ik alleen nog maar Bijbelse tafereelen gaan schilderen. Maar goed, die man die kon echt graveren. Dat is een wonder op aarde. Prachtig. Koopt. Kunt u ook tweedehands allemaal kopen. Schijnt voor niks. Tweedehands boekenmarkt schijnt door het internet volledig ingestort te zijn. Omdat iedereen kan checken wat het eigenlijk waard is. Nu ben ik al lelijk afgedwaald. Want het ging eigenlijk om mijn, nou ja, het unieke karakter van de 19e eeuw. Die begint dus in, bij wijze van spreken, in duisternis. Ja, misschien is het toch een goede metafoor. En eindigt met prima elektrische verlichting tenslotte. Aan het eind van die eeuw. En voordat je prima elektrische verlichting hebt, moet er een heleboel gebeuren. Daar moeten we het nu dus dan in feite over hebben. Maar ik kwam er al snel achter. Ik wou dus inderdaad gewoon Edison doen en dan Tesla. Maar Edison is eigenlijk op het pad gezet. Doordat hij telegrafist was geworden. Dus de telegraaf, dat was wat. Want die is ook een ontdekking van de 19e eeuw natuurlijk. En ja, de telegraaf was een totaal revolutionair instrument. Want je kon plotseling over enorme afstanden en met de snelheid van het licht in principe, kon je boodschappen verspreiden. Dus ik dacht, we moeten eerst aandacht besteden aan de telegraaf. En dan aan Edison. Nou, daar zijn kunnen we vandaag de middag, ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar goed mee vullen. Kun je dat even naar het dashboardje van jou zien wat voor tijd het is? Ja, dat kan. Dan moet ik even op dit knopje drukken. En dan zie je dus wat de tijd is. Het is nu 15:21. Ah, nou dan kunnen we dat net afmaken, denk ik. Ja. Weet je wat zo interessant is? Dat jij volgens mij altijd te weinig benzine erin hebt zitten. Ja, dat komt omdat hier CNG deels in zit. Dus er zit gas in en er zit benzine in. Oh, oké. Dus je zegt, je start een beetje op benzine. Hij start altijd op benzine. En gaat die overgang een beetje makkelijk?
Ja, daar merk je helemaal niks van. Alleen ik tank nu geen gas met de huidige prijzen. Ik tank nu alleen maar benzine. Want de benzine is relatief goedkoper. De benzine is nu goedkoper dan het gas. Dus je kunt beter nu benzine erin gooien dan gas. En dat was, nou, 2 jaar geleden was het helemaal omgekeerd. Interessant. Ja, groen gas. We hebben ooit een auto gehad, ik moet eerlijk zijn. Mijn vrouw had een auto. Die was al dus gas. Een leaseauto, dan moest je ook gas nemen. En die moest je dan eerst starten op benzine. En als het dan een beetje lekker liep, het motortje, dan moest je een schuifje verzetten. En dan ging die op gas lopen. Precies. Je begrijpt dat dat altijd werkt als mijn vrouw het deed. En zodra ik het deed, dan werkt het niet. Ik zie mij nog staan bij Ouwehands Dierenpark in de vallende schemer op een of andere novembermiddag. En dat ik dat godvergeten ding toch niet aan de gang wist te krijgen. Nou, ik weet niet hoe lang het niet geduurd heeft. Want dan moest je weer wachten en zo. Dat nou, is hier niet zo. Dat gaat, je merkt er niets nee, van. Nee, precies. Je ziet alleen een groen lampje. Door de maar... moderne techniek is dat alweer veel beter geregeld precies. Allemaal. Maar de melding die jij dus ziet, heeft dus te maken met het gas. Wat dus minimaal aanwezig is. Ja, sorry, omdat ik kijk op jouw elektronisch venstertje. Ja, heel goed. Goed, deze zorgen hebben we weggenomen. Ik ga nog even... Ja, we moeten dus wel weer even bij zeggen. Deze podcast wordt dus niet duurzaam gemaakt op dit moment. Nee, ik weet ook niet of wij... Ik weet niet of jij er moeite voor doet. Ik moet natuurlijk ook duurzaam gaan leven. Maar ik heb al gemeld dat ik van die zonnepanelen besteld heb. Die overigens pas in het voorjaar worden geleverd. Precies. Maar goed. Maar jouw verwarming staat nu thuis wel aan, denk ik. Die heb je niet uitgezet. Nee, die heb ik niet uitgezet. Nou ja, dat wil zeggen, die centrale verwarming. Er zijn wel een aantal kamers die wij niet verwarmen, waar het gewoon heel hartstikke koud is. Ja. Maar daar komen we dan ook niet. Maar je studeerkamertje, daar staat nu de verwarming wel aan, denk ik. Ja, die staat normaal aan, die staat altijd aan. Maar bijvoorbeeld mijn bijverwarming, daar heb ik het dan over gehad. Dat als ik dat daar aan draai, omdat ik het toch koud krijg na 2 uur stilzitten achter het bureau. En dan denk ik altijd, kan ik dat nou wel doen? Is dat, help ik de planeet hiermee? Of gaat het helemaal de verkeerde kant op allemaal en zo? Want ik vind op dit moment, dat moet ik er wel even bij zeggen, ik vind die rare ondergangsstemming die je overal ziet. Een beetje het einde der tijden is nabij. Het kan nooit meer goed komen. Het is al te laat. Mensen, het is al te laat. We gaan zingend naar de ondergang. Jingle bell, zet het op. Jongens. Ja, paniek. Of te laat, of roepen. Paniek, dat heeft weinig zin natuurlijk. We kunnen wel degelijk iets aan doen of ook echt op tijd zijn. Dat zullen we even af moeten wachten. Maar dit is het nieuwe aanzien, hè? Het nieuwe aanzien is niet meer een groot huis of een grote auto. Maar hoe duurzaam ben jij bezig? Hè? Oh, nou, ik ben niet geweldig duurzaam bezig. Maar dan kan ik weer de planeet troosten met de gedachte. Zo lang heb ik niet meer te leven. Mijn innerlijke is dus dat mijn kinderen een stuk duurzamer leven dan ik. Maar we moeten ook niet hebben dat jij doodvries in deze auto. Dus vandaar nee, dat het warm is. Nee. Als het hier zo koud was, als het zou zijn als je het motortje uit had gezet. Dan had ik er al de bui aan gegeven. Ja. Had ik gezegd, de pot op met die telegraaf. Maar nu krijg je het niet koud, ondanks dat het raam open staat. Mm-hmm. Nee, misschien krijg ik het ook wel een beetje warm van praten, dat weet ik niet. Gebruik natuurlijk ook, ja, je weet dat menselijk lichaam produceert 100 watt. Betrekkelijk veel, hè. Je hebt het ook in theaters en dan je kijkt even, doe je een geluidstestje, dat soort van dingen. En dan denk je, het is een beetje aan de frisse kant hier, hè, voor de bejaarden. En nou ja, zodra er nu 400 man er zitten, hè, dan is het vrij snel warm te toppen. Ja, zeg maar 400 maar 100 watt, reken maar uit, dat is een wattage waar je u tegen zegt. Ja. Nou, want bij mensen, nou ja. Ik denk nu weer aan andere gruwelijke situaties. Namelijk dat de meeste crematoria een veel te kleine wachtruimte hebben. Als er de crematie is waar daadwerkelijk veel mensen naartoe komen. De vorige crematie loopt bijna altijd uit. En dan sta je dus met 250 man in een hele kleine ruimte. En ja, in het voorjaar en in de zomer ga je lekker buiten staan. Tussen de dennenboompjes zitten. Maar dat is vaak natuurlijk in de winter niet zo prettig. En dan is het gewoon heel erg onaangenaam om met zoveel mensen... Ik had het al over die schouwburg hier in Utrecht. Ik ben geen vriend van mensenmassa's. Je ziet dat ook wel eens op de tv. En dan heb ik al zo'n gevoel in mijn knieën van... God, wat ben ik blij dat ik daar niet bij ben. Dat ik niet in deze massa... Je hebt toch ook wel eens dat zo'n massa op hol slaat en dat er... 30 doden vallen. Ja. Hebben we met
het enige regelmaat gebeuren, dat soort van dingen. In Duitsland hebben we dat nog gezien bij een festival. Ja, precies, een paar jaar geleden, 30 doden of zo. Ja. Ja, nou, dat hele idee van een mensenmassa, een stampede, heet dat toch? Klopt. Ja. Vreselijk. Maar goed, wij gaan toch maar met de Telegraaf beginnen. Want ja, je hebt nog niet gekeken naar de Telegraaf of je staat over een heel aardig boekje over de geschiedenis van de Telegraaf. En dat heet ook, of heeft als ondertitel, The First Internet of iets in die geest. Want dat was het in allerlei opzichten natuurlijk. Maar voordat we dat gaan bekijken, overigens, je kunt altijd dat lollige boekje lezen, The First Internet, zoek het even op. Ik weet niet precies met wie het geschreven heeft, het is ook al jaren geleden dat ik dat gelezen heb. Maar omdat er voor de elektrische telegraaf een optische telegraaf was. Heel aardig. Hebben we daar ooit de aandacht aan besteed? Nou, ik kan me niet herinneren. Je weet het je herinneren. Ja, we hebben 365 van die dingen gemaakt. Dus... Nee, nog niet zoveel, maar wel ruim 300, ja. Nou ja, dus excuus, luisteraars. Ik ben ook vaak vergeten wat ik alles eerder heb gezegd. Ja. Ik sprak laatst iemand die wilde het gaan archiveren. Dus die wilde per aflevering in kaart gaan brengen wat er allemaal gezegd was door een stagiair. Oh, hemel. Nou, de stagiair ging het doen. Ja, dat is ook wat. Ja, wat een geweldig project. Arme stagiair, zou ik zeggen. Nou ja, ze gaan het toch, ze archiveren het toch bij de audiodienst. Ze zetten dan niet in wat er dan allemaal voorbij komt. Oh, dat is dus de bedoeling. Je kunt het niet nazoeken. Dus dan zeggen ze aflevering 1. Maarten heeft het over Wopke Hoekstra. Ah, aflevering 1 had ik het over Hoekstra. Ja. Heb ik ongetwijfeld hetzelfde terminale, gezegd. Wat... Terminale arrogantie volgens mij. Ah, oké. Dan heb ik het toen al goed samengevat. Lijkt mij zo. Toen. Hij wordt natuurlijk wel automatisch minder arrogant naarmate hij erachter komt dat de wereld niet zo makkelijk en voor de hand liggend en voor hem geplaveid in elkaar steekt als hij wel dacht toen hij het werd. Ja. Ja, want toen hij natuurlijk gevraagd werd als minister, dat ik kijk, ik reis naar de top. Ik hoef er nauwelijks iets voor te doen. Nou ja. Nou, hij is ook wel in verlegenheid gebracht door wat op dat ministerie nu allemaal gebeurde. Ja, had je anders verwacht dan? Het institutioneel racisme. Ja, had je anders verwacht? Nou ja, van een overheidsinstantie verwacht je toch wel wat anders. Ze zeggen, zet de recorders aan bij alle overheidsinstanties. Overal in winkels en je zult zien niet waar dat een mist van racisme niet waar en een volstrekt vanzelfsprekende zaak is. Mm. Ja, dat is vervelend hoor dat zo is, maar het is wel zo. Ja. Maar niet door iedereen, hè? Dit is natuurlijk misschien een... Niet door iedereen, want je hebt natuurlijk mensen die overigens vaak wel de kwalijke gedachten hebben. Maar al lang geleerd hebben dat je ze beter niet uit kunt spreken in het openbaar. Laat staan in situaties waar gecontroleerd iets gebeurt of waar iets opgenomen wordt of anderszins. Dan doe je dat natuurlijk niet. Ja. Overigens, op die eerste aflevering kwam ook heel veel kritiek. Want mensen zeiden van ja, Maarten heeft wel heel weinig gevoel voor dat zieke zoontje van Hoekstra en zijn vrouw. Dat neemt hij allemaal dan niet mee. Op dat moment wist ik in ieder geval niet dat hij een ziek zoontje had. En volgens mij wist ik dat helemaal niet tot jij het me nu net vertelde. Dat zoontje is inmiddels wel hersteld. Maar dat was toen op dat moment nog, toen wij dat opnamen, was dat nog niet het geval. Ik ben altijd bereid om, als het om kinderen gaat, om elke vorm van, om een onbeperkte vorm van medelijden en medegevoel te verpakken en op te zenden. En excuses aan te bieden. Nou, excuses, maar goed, ik heb nu... dacht ik vandaag ook alweer excuses voor de hele wereldgeschiedenis aangeboden. Dus dat zou voorlopig toch voldoende moeten zijn. Kan ook tot maandag wachten natuurlijk dat we het weekend even meenemen. Dat zou ook misschien samen met Rutte, dat ik nog samen wacht. Dat hij dan Suriname doet of in ieder geval de slavernij. En ik doe dan de hele wereldgeschiedenis erbij. Alles, de hele Santekraam. De hele Santekraam. Misschien kan de Santekraam ook even uitrukken. Al die heiligen en zo die geprobeerd hebben om er nog iets van te maken. Voordat de gewone elektrische telegraaf tot ontwikkeling kwam, in de jaren 30 en 40 van de 19e eeuw, ik wil als men zeggen de vorige eeuw, maar dat is ondertussen de eer vorige eeuw natuurlijk geworden, bestond de optische telegraaf. En de optische telegraaf was verzonnen door een Fransman voor de hand ligt het eigenlijk in revolutionaire tijd, overigens nog wel in de 18e eeuw, niet in de 19e eeuw, want die dateerde van 1793. Die was bedacht door meneer Schappe, S-H-A-P-P-E,
hoe die Fransen dat uitspraken, Schaap, zoiets zal het wel geweest zijn. In ieder geval. En die had bedacht, en waarom zetten we niet op bergtoppen of kerktorens, op in ieder geval op verhoogde objecten, zetten we een soort van seinpaal, letterlijk een seinpaal. En gewoon een paal en daar kun je dan een soort van een kruisbalk aantibberen. En op het uiteinde van die kruisbalk kun je weer allerlei andere balkjes timmeren. En die andere balkjes kun je allemaal bewegen. En die kun je dus in een bepaalde stand zetten. En dan kun je een codeboek bijmaken natuurlijk. Dat bij een bepaalde stand betekent dat paniek. Of betekent dat het onweer komt eraan. Of nou ja, wat je maar wil. Ik begreep dat er een codeboek was gemaakt met honderden van dergelijke soort van afspraken. En eigenlijk die optische telegraaf, dus die palen met die bewegende armen eraan, dat werkte. Want bij een eerste experiment ging het om het overbruggen van de afstand Parijs-Rijssel. Dat is ruim 200 kilometer. En met de palen, ze hadden natuurlijk op afstanden van zo'n 10, 20 kilometer hadden ze die palen gezet. Je begrijpt, er moest voor elke paal was iemand die in een hokje zat en die met een verrekijker naar de vorige paal moest kijken en dan niet waar op moest zoeken en dan kon hij zijn balken verzetten en dan niet waar de volgende idem dito. Dus elke paal had wel een werknemer nodig. Ik begreep dat dat eigenlijk soldaten waren die een been kwijt waren geraakt of zo, die daar een leuke baan aan hadden. Beetje zoals vroeger het personeel van het Spoorwegmuseum. Kan ik dat zeggen of is dat ook iets? Ik bied vast mijn excuses aan. Het zit er wel goed op. Als het feitelijk is, dan kun je het wel zeggen, toch? Ja? Nou ja. Ja, het gerucht ging dat mensen die dan onder bij het spoor een been hadden verloren, of een arm, of weet ik het, of een hoofd, die kregen dan een rustige baan bij het Spoorwegmuseum. Als je geen hoofd meer hebt, lijkt me dat wel lastig. Nou, er zijn allerlei mogelijkheden te verzinnen. Maar goed, zo ik weet, ik moet natuurlijk weer niet om lachen. Het enorm mee uitkijken, hè? Je mag lachen om sommige dingen, maar er zijn ook dingen waar je helemaal niet om mag lachen. En daar komt nog bij dat er allerlei dingen zijn waarmee heel veel mensen om lachen die helemaal niet leuk zijn. Kan ik nou tal van voorbeelden van geven, maar dat gaan we nou niet doen. Dit is de optische telegraaf. En wat bleek, die afstand Parijs-Rijssel die kon met de optische telegraaf overbrugd worden in 13 minuten. Wat natuurlijk voor ruim 200 kilometer uitzonderlijk was, want iedereen had dat uitgerekend. Als je dat met een paard zou moeten doen en je kunt om de zoveel kilometer een vers paard krijgen, dan ben je er toch wel 20 uur mee onder de pannen om die afstand te overbruggen. En dan nog zijn de risico's waarschijnlijk ook aanzienlijk. Dus dit was een uitzonderlijk ding. En dat is ook op betrekkelijk grote schaal gebruikt door de Fransen. En naarmate de Fransen natuurlijk allerlei landen veroverden in de Napoleontische tijd, of ook al daarvoor, werd dat systeem ook uitgebreid. Dus er zijn ook van die dingen gebouwd richting Antwerpen en zelfs Amsterdam. Dus ik was nog wel benieuwd, zou daar dan nog restanten van zijn, van die palen in Nederland? Ja, onder 10, 20 kilometer moet je zo'n paal neerzetten. Het liefst op kerktorens, vaak werd de spits eraf gehaald. En dan zetten ze zo'n optische telegraafpaal zetten ze erop. Zou dat in Nederland ook, het is in Nederland ook gebeurd, volgens dit verhaal in ieder geval. Dus ik was wel benieuwd, zijn daar restanten van? Is daar ooit over geschreven? Dit is een systeem wat onder andere ook voor de kustverdediging gebruikt werd. Dus dat er speciale seinpalen waren die langs de kust stonden. Een centrale seinpaal was Scheveningen. Heb je daar nu nog steeds seinpost? Ik niet. Ja, er is nog steeds iets wat in Scheveningen wat seinpost heet. Misschien dateert dat nog wel van dit systeem. Dus naarmate de Fransen natuurlijk, zowel in Frankrijk zelf als daarbuiten, naarmate de Franse vorderingen maakten op het veroveringsgebied, niet waar, werd ook dit systeem uitgebreid. Dat is een halve eeuw eigenlijk vrij redelijk gebruikt. Dat Schappe systeem, die optische telegraaf. En toen er eigenlijk een eind aan werd gemaakt als gevolg van de komst van de elektrische telegraaf, toen waren er toch nog, ik geloof, 500 van die palen, of zelfs 1500 van die palen, maar dan weet ik precies het getal kwijt. Maar het was een netwerk wat eigenlijk zo'n 5000 kilometer omspande.
Je ziet ook wel, je hoeft geen genie te zijn om te begrijpen dat het een systeem is wat zijn beperkingen kent. Ik wil net zeggen, de foutmarge lijkt me vrij hoog. Nou nee, de foutmarge, dat viel allemaal wel mee. Okay. Dat was, we kregen allemaal die paal mensen, kregen allemaal een verrekijker, telescoop. Stond er in het verhaal. Ja, maar toch mensenwerk, die mensen kunnen een foutje maken bij dat doorzetten. Ja, daar zullen we zoiets interessants over zeggen. Maar in principe werkte het heel behoorlijk. Althans, was de snelheid van het systeem natuurlijk onvergelijkbaar veel groter dan de snelheid van de berichtoverbrenging daarvoor. Dus het was, maar goed, als het mistig is, als de zon is ondergegaan, als het donker is geworden, dan heb je natuurlijk aan dit SHAP-systeem, daar heb je niet zo verschrikkelijk veel aan. Dat neemt niet weg dat je gewoon kunt zeggen, nou, we sturen overdag. Ik geloof ook dat er bepaalde uren waren dat ze op moesten letten. Konden er berichten door gesignd worden en dan konden zij die dan weer verder verplaatsen. Wat voor berichten waren het eigenlijk die doorgesignd werden? Nou, het konden militaire berichten zijn natuurlijk. Hartstikke handig. De troepen komen eraan of weet ik veel wat. Ik neem aan dat het... normale nieuwsachtige berichten waren, overheidsbepalingen en beslissingen, dat soort van denken. Ik denk gewoon dat het deels, wel een beetje officieel, maar deels in de normale nieuwsvoorziening lag. En dan wel kort, er konden geen lange teksten zijn. Nee, je had maar beperkte mogelijkheden. Je moet er natuurlijk daarbij beseffen dat het idee van een optische boodschappendienst, om het maar even zo te noemen, veel ouder was. Want wie heeft niet gelezen, niet waar, bij Old Shatterhand, hoe heet hij ook, Winnetou en Old Shatterhand, de bekende rooksignalen van de Indianen. Dat is in principe hetzelfde idee. Je kunt een paar afspraken met elkaar maken en je steekt een vuurtje aan op een hoge berg en dan gooi je wat rommel op waarvan je weet dat het veel rook produceert. En dan, nou ja, soms leg je even een dekentje eroverheen en dan weer haal je dekentje weg en dan komen, nou ja, stel je. Spreek je af, drie wolkjes is, daar komen de blauwe uniformen aan. En twee wolkjes is, kom je vanavond gezellig een kopje thee drinken. Nou, kortom, je kunt er wat van maken. En ik neem aan dat die rooksignalen, dat nog veel ouder is. Ik herinner mij vagelijk uit de oudheid grote vuren op bergtoppen waarmee signalen gegeven konden worden. Dus het systeem van SHAP vanuit de Franse Revolutie is wel een veel verder ontwikkeld systeem. En dat is toch interessant dat er iets was wat de berichtgeving aanzienlijk versneld had. En ik meen mij een verhaal te herinneren, zelf vond ik dat een prachtverhaal, dat de familie Rothschild, de belangrijkste bankiers van Europa, in dit tijdsgevricht, nog heel lang gebleven ook, ook een van de allerrijkste families in Europa, die hadden zelf een systeem ontworpen dat werkte met postduiven. Dus ik geloof dat er een verhaal is dan, de Londense beurs stortte in, dus de Rothschild die in Londen zat om de zaak te vertegenwoordigen, die schreef op een papiertje, beurs ingestort, Piet, nou, waarin Piet hebben geheten. En die bond dat aan de poot van een duif en die duif die vliegt naar Frankfurt, want daar kwam die vandaan. Je weet, postduiven. Ik weet niet hoe gauw een duif van Londen naar Frankfurt vliegt, maar ik denk dat het in 2-3 uur wel gepiept is. En dus dat betekent dat de familie Rothschild in Frankfurt als eerste wist dat de beurs in Londen ingestort was. Over een fictief verhaal wat ik erbij verzin, maar ik bedoel, je kon dus met postduiven, als je dat goed georganiseerd had, kon je een voortreffelijke berichtendienst opzetten. Dat zal ook wel eerder door anderen geprobeerd zijn, neem ik aan. Zodra ze erachter kwamen, wat een geweldig homing instinct die postduiven hebben. Flessenpost hebben we natuurlijk ook nog gehad, hè? Ja, maar flessenpost heeft een groot nadeel. Dat je kunnen met dikke 80 flessen de zee ingooien met kom mij redden, ik bevind mij op dit en dat eiland. Die flessen kunnen overal naartoe drijven. Ja, maar vaak in de rivier doen ze het, hè? Dat het dan weet je, dan komt het langs dat dorp en daar staan ze. Ja, moet je wel een net hebben waar je die flessen in opvangt bij dat dorp. Ja, ik heb het wel eens met een vriendje op de basisschool gedaan. Ik woonde langs zo'n beekje. Heb mijn fles erin gegooid met een boodschap en hij woonde ook langs en hij viste het eruit. Oh, wat wij wel eens geprobeerd hebben is dat je zo'n telefoondienst organiseert met twee open blikjes en een touwtje erin. En dan kon je dan ook signalen mee afgeven. En werkte dat?
Ja, in mijn herinnering wel, maar hoe het werkte weet ik eigenlijk niet precies. Nu je het toch over die flessenpost hebt, er bestaat een heel leuk boek over, er is ooit een schip gezonken. Ik meen in de Chinese Zee, maar ik weet niet precies waar. Maar in ieder geval wel in de Pacific. Met, ik geloof, 500 miljoen plastic badintjes aan boord. En het wonderlijke is, na een aantal jaren bleek eigenlijk overal in de Pacific, bleken wel een paar badeentjes aangespoeld te zijn. Dus dat liep echt van de Salomonseilanden tot de Aleuten, kust van Peru. Het was ongelooflijk. Zo complex bleken die stromen en die wind te zijn in die Pacific. Daar is ook een boek over geschreven. Maar en dan ben ik natuurlijk vergeten, het zal zeker niet het badeentje heten. Het staat volgens mij wel een badeentje voorop in mijn herinnering in ieder geval. Interessant toch? Hè? Heel interessant, ja zeker. Maar het geeft ik wel aan dat als je een fles in zee gooit bij de Salomonseilanden, dat je er niet veel staat op kunt maken. Dat die fles ook ergens aankomt, nee, waar iemand hem openmaakt. Hé, hey, wat leuk. Je schiet hem met hagel. Je moet maar hopen dat je moet heel veel flessen in zee gooien. Nou ja, dus als er boodschappen hadden gezeten in de badeentjes, dan was de hele Pacific uiteindelijk, duurde wel jaren geloof ik voordat het helemaal gebeurd was, geïnformeerd geraakt. Nu dus naar de, dit was dus de optische telegraaf, dat werkte eigenlijk heel behoorlijk. Maar verdwijnt op het moment dat de elektrische telegraaf. Dat het leuk zou zijn om met een stroom door een draad berichten te verzenden, dat hadden allerlei mensen wel bedacht. Dus in de jaren 30 hadden tal van mensen al gewerkt aan een dergelijk systeem. Er zijn ook allerlei hele wonderlijke systemen geweest. Moeten mensen maar eens even nalezen. Nou ja, misschien met dat in dat boek The First Internet. Maar wat wij ons vooral herinneren is natuurlijk Samuel Morse. Die overigens betrekkelijk laat was. Die komt in 1937 met een elektrische telegraaf. Ik denk dat hij eigenlijk de beroemdste is geworden van al die telegraafbedenkers en uitvinders. Omdat hij er ook een taal bij had. Namelijk de Morsecode. Lang, lang, kort, 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 lang, nou ja, enzovoort. Hè? Die ook geloof ik weer niet alleen heeft verzonnen. Dat is zoiets iets wat eigenlijk bij al deze uitvinders al vrij snel duidelijk wordt. Uitvindingen zijn zelden alleen door één enkele persoon die eenzaam op een koude zolderkamer zat te prutsen gedaan. Dat is eigenlijk ook mooi bij de stoommachine, hè? Daar zijn ook heel veel mensen. Ook Faraday had dat hele probleem van die ronddraaiende, van die bewegingen en met die magneet en zo, dat magnetisch veld. Had hij besproken met mededeskundigen van hoe zou dat kunnen en hoe zou het moeten doen. Er is altijd rond een uitvinding een wolk van andere uitvinders, helpers, mensen die ook op hetzelfde idee waren gekomen enzovoort. We zullen dat ook zo zien in feite bij de gloeilamp. Dus ja, met de Morsecode. Het was ook als je gekeurd werd voor dienst, ik ben voor dienst gekeurd. God, ik weet niet meer wanneer, maar echt heel erg lang geleden. Toen ik 18 werd, dus het zal in 61 zijn geweest of zo. Was een van de onderdelen van de dienstkeuring was dat je aan een Morse-testje werd onderworpen. Om te kijken of je snel in de gaten had, kort, kort, lang. Wat is SOS ook alweer? Nou ja, en iedereen wist dat vroeger, maar natuurlijk, dit is verdwenen. Het hele ding is verdwenen in feite. Want vroeger kon je ook per telegraaf. Kon je een telegram versturen. En dat werd dan op zo'n printlintje geplakt, die tekst met van die hoofdletters allemaal. En dat kwam dan een postbode kwam dat aanbieden. Het was vrij prijzig volgens mij. Maar dan kreeg je een gelukstelegram. Ik heb van mijn grootouders volgens mij nog wel gelukstelegrammen ontvangen in de vroege jaren 50. Die telegramdienst en zo die bestaat al decennia niet meer. Al las ik tot mijn verbazing dat ze er in België nog heel lang mee door zijn gegaan. Ja, je hoorde altijd, vroeger werd er vaak gezegd, als er iets verandert in de wereld, dan komt dat in Nederland pas 50 jaar later. Maar het blijkt meestal België te zijn, waar het 50 jaar later komt. Hier komt trouwens ook de opholbaarheid van het nieuws vandaan. Hè? Dat in de eerste zin in een krant altijd het belangrijkste nieuws staat. Omdat ze in het verleden als eerste het belangrijkste doorsturen en daarna pas de rest in de angst. Ja, je weet dat vrijwel alle nieuwsberichten laten ze in drie zinnen samenvatten. Hè?
vulkaan uitgebarsten op Java. Ja, maar dat schijnt dus te komen uit deze tijd dat ze dachten, laten we het met belangrijkste eerst sturen, want dan hebben we dat gestuurd. Stel dat de boel inklapt of het werkt niet meer, dan hebben we in ieder geval die belangrijke boodschap al. Ja, dat is heel begrijpelijk natuurlijk. Ja. Sterker nog, ik denk dat 80% van de nieuwsberichten, als je dat stukje hebt gelezen, dan weet je wat er aan de hand is. De rest hoef je niet zo te lezen dat natuurlijk. Dat zijn details. Ja, want die vulkaan, hoe hoog de wolken dan zijn geworden, hoeveel doden er al zijn gevallen en hoeveel mensen er geëvacueerd zijn. En of er zo'n verschrikkelijke, giftige wolk uitgekomen. Nou ja, de hele band van de, nou, alles wat te verder gebeurt is eigenlijk van minder belang natuurlijk. Ja. Meestal staat de naam van de vulkaan er nog wel bij. Maar ja, dat zeg ik alleen omdat ik ooit lang, lang geleden op de lagere school de vulkanen op Java uit mijn hoofd moest leren. Dat zijn er nogal wat. Zeg dat wel. Dat is een hele reeks. Ja. Dus als dan in de krant staat Merapi barst uit. Zeg ik, ah, de Merapi, dat heb ik op de lagere school geleerd. Ja. De hele rest. Je had nog de Tangoban Prau, geloof ik. Ik heb ook een paar keer een paar bezocht daar op Java. Ja? Moet je natuurlijk in de vroege ochtend moet je zo'n ding op. En dan kun je dus daar naartoe. Ja, ze zijn knap hoog toch meestal. Ja. En nog actief, hè? Want volgens mij toen was er op Bali eentje die uitbarstte. Ze zijn eigenlijk allemaal nog min of meer actief. En dat komt natuurlijk omdat die, niet waar, dit heeft ook weer te maken met die tektoniek, met de platentektoniek. Dat die Indische plaat, ik geloof dat dit de Indische plaat is, nog steeds bezig is om in noordelijke richting op te schuiven. Ja. En die botst daar dus op een andere plaat. Nou ja, dan heb je dus de bekende Ring of Fire, zoals dat zo treffend heet. Nou, het is wel indrukwekkend om dan daarboven te staan. Zwavellucht, hè, die je dan natuurlijk ruikt. En dan hoor je dat gedonder in die vulkaan. Dus dat, en dan kijk je dat gat in. Ja, dat is toch een ontzettend leuk idee, want wij zo'n enorm bewegelijke planeet hebben. Ja. He, want door die platentectoniek ziet de aarde er ook, zelfs wij door aliens bezocht worden. Dan zie je, ze moeten hem wel een beetje tussenpozen nemen natuurlijk. Maar om de 100 miljoen jaar ziet de boel er totaal anders uit. Zullen die lui ook wel denken, die aliens, wat gekker dan. Terwijl ze op zo'n planeetje als Mars, weet je dus, dat wat je daar nu te zien hebt, dat is al 4 miljard jaar hetzelfde. Denken wij. Nou ja, dat water is al heel lang weg in ieder geval. Het is natuurlijk gewoon een heel klein rood persplaneetje, stoffig persplaneetje. Nou ja, we zullen nooit verder komen, let op mijn woorden. Dan moet je daar ook mee uitkijken. Ja, de elektrische telegraaf, die dus in de jaren 30 begint dat in de Verenigde Staten. Dat ding van Morse met de Morsecode is van 1837. En je ziet bijvoorbeeld in Nederland dat Europa, ik denk dat Nederland, ik weet niet of wij vooruit voorliepen, maar het zal overal ongeveer hetzelfde moment. Dus in de jaren 40 komt het elektrische telegraaf ook naar Europa. De eerste verbinding in Nederland werd aangelegd langs de eerste spoorlijn in Nederland. Die, zoals iedereen weet, ongetwijfeld van Amsterdam naar Haarlem liep. En dat was natuurlijk heel handig om langs de spoorlijnen ook die telegraafpalen met de telegraafdraden op te hangen. Heel kwetsbaar systeem natuurlijk, want de vijand hoeft maar 3 van die palen om te zagen en het is klaar. Al is het ook weer heel makkelijk reparabel natuurlijk. Maar goed, in 1945 volgens mij is in Nederland de eerste telegraafverbinding aangelegd. En al in de jaren 50 heeft de overheid besloten dat er een soort rijkstelegraaf moest komen. En dat het hele systeem behoorlijk georganiseerd moest worden. En ja, als je het zo vertelt, denk je, ja, de telegraaf spreekt vanzelf. En je ziet zo'n man met zo'n sleuteltje, weet je wel, dat weet iedereen nog wel. En je ziet die man op de Titanic en terwijl dat schip bezig is te zinken. Het onzinkbare schip is bezig te zinken. Maar het was natuurlijk, het was een totale revolutie. Ja, want eerst had je dan nog met de optische telegraaf, die werkte alleen als het een beetje licht en zonnig was. En dan had je nog 13 minuten nodig van Parijs naar Rijssel. Maar de elektrische telegraaf die is in fracties van een seconde, niet waar, en werkt op alle denkbare tijdstippen, ook als het mist is, ook als het donker is. Hij werkt altijd. Het was een revolutie, zoals de hele 19e eeuw vol is van revoluties. Omdat het ook een soort, het is net alsof je een steentje laat rollen van een berg. Hè, want dan neemt het steentje, neemt een nieuw steentje mee. En tenslotte is het een immense, alles verpletterende ravine. Het sneeuwbaleffect. Ja, dat was natuurlijk ook technologisch en dan
een stenen lawine is natuurlijk negatief, maar die lawine van uitvindingen, van nieuwe technologie, die is heel kenmerkend voor de 19e eeuw. En de ene uitvinding leidt weer tot de andere. Ja, de telegraaf leidt namelijk, dat zullen we het ook nog wel even over hebben, niet nu vandaag, dat de telegraaf, of die zegt Alexander Graham Bell, die werkte aan de verbetering van de telegraaf. En eigenlijk, terwijl hij bezig was de telegraaf te verbeteren, ontdekte hij, of kwam hij erachter hoe je de telefoon zou kunnen maken. Dat wil zeggen, hoe je de menselijke stem zou kunnen reduceren tot elektrische impulsen. En nou ja, die kun je dan aan het eind van de lange lijn weer tot een soort stem maken. Zij het wel een beetje een verdraaide stem. Je weet dat de telefoonstem nooit helemaal een gelukkige weergave is van de echte stem. Maar goed, ja, we zullen nog over Alexander Graham Bell spreken. Over Samuel Morse was een verdienstelijk schilder. Hij had ook een en ander gestudeerd, maar hij leefde eigenlijk aanvankelijk van de schilderkunst. En ik weet wel dat ik in een museum in Massachusetts was en daar hing een bijzonder aardig portret en stond erbij geschilderd door Samuel B. Morse. Dat ik denk, dat zou dat nu dezelfde zijn als van het Morse alfabet. Ja, dat bleek het geval te zijn. Dat wist ik dus niet. En hier, dat is ook zo gek, het stond er niet bij. Het schilderij Samuel B. Morse, dat zou toch zeggen dat elk museum daar tussen haakjes ook de ontdekker of verzinner van de Morse koning. Maar nee, dat stond er niet bij. Dus ik was er wel verbaasd over. Trouwens, een museum wat ik, ja, u zult er niet elke dag heen gaan, dat begrijp ik ook wel. Maar mocht u toch in Amerika zijn, mocht u toch in Boston komen, ga even naar het Museum of Fine Arts in Boston, want het is een fantastisch museum, ik kan het niet anders zeggen. Ga ook in de kelder kijken, daar heeft u al die spullen uit Midden-Amerika, van de Maya's en de Azteken. Het is een geweldig museum. Sowieso is Amerika, zij het wat anders georganiseerd dan bij ons, geweldige musea. Ik herinner mij ook in Boston dat je in dat museum, naarmate je dus meer geld had bijgedragen, kreeg je een groter bord in de hal. Dus er was een familie, die had geloof ik 250 miljoen bijgedragen. Mijn naam ben ik al lang niet vergeten. Een heel groot bord bovenaan. En dat ging helemaal, de bedragen werden steeds kleiner en de borden werden ook steeds kleiner. En dan, ik geloof het kleinste bord, daar moest je nog wel 1 miljoen bijdragen. Maar goed, dat is toch, ja, die familie daar bovenaan, die had echt ruim 250 miljoen of zo aan het museum geschonken. Het is nogmaals een kant warm aanbevelen. Eigenlijk kan ik vrijwel alle musea warm aanbevelen, dat scheelt in ieder geval. Het zijn ook een hele mooie collectie Amerikaanse schilderkunst. Niet een van de favoriete onderwerpen van kunsthistorici. Niet waar, die zijn al zo lang geleden blijvend gestruikeld over de grote kanon, dat ze geen waardering hebben voor alles wat buiten de grote kanon speelt. Maar de Amerikaanse schilderkunst is zeer de moeite waard. Nou, nu worden de plannen gemaakt, hè, door veel mensen voor de vakantie in het komende jaar. Dus dan is het leuk om dit er ook Boston, op te zetten. Ja, Boston is wel een poepdure stad. Ja. Ik kan een tip geven. Je kunt ook naar Chicago. Want het precies hetzelfde hotel met precies hetzelfde hele comfortabele hotelkamers was de helft goedkoper in Chicago dan in Boston. Oh, kijk. Een beetje een reistip. Ja, en dat doe ik dan ook speciaal omdat natuurlijk in Chicago ook een fantastisch museum is. Schilderkunstig museum. Daar hebben ze dat beroemde schilderij van Seurat, die zondag op het eiland van de Grande Jatte. Wat viel mij nogal tegen, maar goed, daar kunnen we dan nog, daar mogen de luisteraars protesteren als ze het op dit punt niet met mij eens zijn. Maar dat is ook zo'n geweldig museum. En ik weet nog wel dat ik daar zat. Ik was geheel uitgeput van het schilderijen kijken in op een bankje in die hal daar. En ik had toen nog die rode palladiums die ik vroeger had, die had ik aan. En ik ben in binnen 10 minuten 2 maal aangesproken door hele aantrekkelijke dames van middelbare leeftijd die mij complimenteerden met mijn ongelooflijk artistiek verantwoorde schoenen. Dat was mij nog nooit eerder gebeurd in ieder geval. En bovendien had ik daar ook nog een heel ander verschijnsel. Wat mij enorm frappeerde, dat ik was daar natuurlijk met zo'n reisgroepje van cultureel belangstellenden, samen met Willem Belging. Maar ik was mijn groepje kwijtgeraakt. Dus ik, Jezus, hoe krijg ik mijn groepje weer bij elkaar in dat museum?
Ja, tenslotte ga je natuurlijk toch even naar de museumshop. Altijd een belangrijk halte natuurlijk in elk museum. Zeker aan het eind van je verblijf al daar. Zeg, en ik loop die museumshop binnen en ik zag onze groep automatisch. Want die staken allemaal een kop boven de rest uit. Nederlanders. Nederlanders zijn de langste mensen op aarde. Dus je hoeft alleen maar een beetje te wuiven. En ik had mijn groepje weer bij elkaar. Dat was toch wel mooi. Ja, hadden wij alleen maar geen dwerg in de groep. Allemaal uit de klasse, uit de kluitergewassen Nederlanders. Want je hebt in Amerika soms zulke idioot kleine mensen. Die vallen in Los Angeles. Sorry, ik ben nu ontzettend aan de draad van het verhaal kwijt. Maar kom zo terug op die telegraaf. Je hebt in Californië heb je vaak dat zijn immigranten uit de Midden-Amerika. Dus die Maya's, die daar ook nog, geloof ik, ook deels hun taal nog spreken. En die zijn echt, voor ons gevoel zijn dat kabouters. Vooral die vrouwen die kunnen hier in deze auto rechtop staan, bij wijze van spreken. En dat frappeert je zo als je zo gewend bent aan Nederland, waar de meeste mensen natuurlijk, ja, toch betrekkelijk lang zijn. Ook, ja, ik loop aan de lopende band, zie ik jonge vrouwen die langer zijn dan ik. Nu bedoel je? Ja, nu. Ja, 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 ja. Ja, dat klopt. Nou goed, so much for. Je kunt dus ook naar Chicago helpen. Ik denk dat de vliegkosten nauwelijks minder zijn als wanneer je naar Boston gaat. Of nauwelijks meer zijn, dat zal niet verschrikkelijk veel uitmaken. Chicago is, je moet natuurlijk niet naar die buurt gaan waar ze elkaar allemaal doodschieten het hele jaar, maar Chicago is een hele leuke stad in allerlei opzichten. Kan ik u zeggen, ik zweer het u. Het was er wel erg warm toen ik er was, maar goed, u moet dus in het voorjaar of in het najaar gaan. Anders is het wel erg, kan het heel erg warm worden. We zijn gebleven bij de elektrische telegraaf. Een revolutie, een uitzonderlijke gebeurtenissen. Informatie van militaire aard, informatie van financieel-economische aard. De informatie voor de spoorwegen zelf. Je komt tik, lang, kort, lang. Trein komt eraan. Hoe komt de tijd dat die aankomt? Nou ja, kortom, het was in allerlei opzichten een wereld waarin je op elk moment eigenlijk met vrijwel iedereen op de planeet, nadat het systeem tot ontwikkeling was gekomen, in een enorm kort bestek verbinding kunt maken, dat is natuurlijk uniek. Je hebt een telegrafist nodig, dat is het. Dat is natuurlijk inherent aan die morsecode. Je hebt een telegrafist nodig. Want die konden vaak gewoon van de morsecode voorlezen wat het bericht was. Je hebt ook allemaal, nou ja, we hadden het al over dat plaatje van die man op de Titanic, die dan ook met zo'n sleuteltje. Ja, het bericht is wel doorgekomen, maar het was toch voor een groot deel van de passagiers bleek het uiteindelijk te laat te zijn. Hoe het mogelijk is dat dat ding dus wel, hoe heet het, reddingsboten had, maar niet genoeg, dat blijkt gewoon. Ja. Maar je moest dus wel die taal kennen, die morsecode taal. Ja, je moest wel de morsecode leren, ja. Dus als je dan bij de dienstkering daar heel vlot in bleek te zijn, dat je al heel snel begreep, Zo zit het. Dan werd je opgeschreven en dan kwam je op en dan moest je telegraaf, werd je morsetelegrafist. Je begrijpt, dat bestaat allemaal al lang en breed niet meer. Maar goed, ook Edison, die kwam uit een simpele familie. Edison heeft, nou, laten we even de jaartallen van zijn leven, dat is 1847-1931, dus hij is betrekkelijk oud geworden, hè? 53, hij is al 84 geworden. Overleden aan de nevenverschijnselen van suikerziekte. Nog steeds in allerlei opzichten een lastig probleem voor bejaarden en zo, die niet hun hele leven vezelrijk voedsel tot zich hebben genomen, maar ook, zoals ik bijvoorbeeld, taartjes, tulbanden, nou ja, alles wat je maar voor kunt stellen. Poffertjes. Pannenkoeken. Ja. Drieënde pannen, heerlijk. Dat is een van de weinige dingen in Amerika die zeer de moeite waard zijn. Dus die blueberry pancakes bij het ontbijt. Dat is, moet je altijd oppassen dat je in Amerika niet nog een hele submaaltijd erbij geleverd krijgt. Maar de blueberry pancakes zelf, die zijn ontzettend lekker. Dus ja, nauwelijks scholing gehad. Wel lezen, schrijven en rekenen geleerd van zijn moeder, die van oorsprong onderwijzeres was. Hij is al heel vroeg is hij begonnen met werk. Hij verkocht kranten en snoep in de trein.
En dat was eigenlijk een goed lopend handeltje. Door omstandigheden is hij telegrafist geworden. Hij redde een kind, begreep ik uit het verhaal. En de vader van het kind was zo tevreden dat hij zei, je moet telegrafist worden. Die was zelf telegrafist. En die heeft hem geleerd wat er van een telegrafist werd verwacht. Edison zijnde. Edison vond het allemaal heel interessant hoe het werkte. En hij ging het allemaal bekijken. Hij was een, eigenlijk als je het leest denk je, gut. Faraday, Edison, een lezerig kind. Een geïnteresseerd kind. Hij vond alles interessant. Je kon zich echt niet verzinnen. Een experimenterend kind. Dus god, laten we eens kijken hoe dat zit. Laten we eens even uit elkaar peuteren. Hoe werkt dat allemaal? Dus Edison is eigenlijk al vrij snel begonnen met laten we zeggen, de telegraaf te verbeteren. Naar eigen inzicht. En dat heeft geleid tot het ontwerp voor een telegraaf die in één klap twee berichten kon versturen. En tenslotte zelfs een telegraaf die heette gewoon quadruplex. Die kon vier berichten tegelijkertijd versturen. En uiteindelijk heeft Edison dat ding, wat hij dus had uitgevonden, ik geloof wel, ook weer in samenwerking met iemand anders, dat heeft hij verkocht aan een van die berichtenbedrijven. Even kijken, Union en nog zo wat. Union en Telegram, maar goed. Ik ben nou even vergeten hoe het bedrijf precies heette. Voor een aanzienlijke som heeft hij dat verkocht. Hij kreeg er veel meer voor dan hij zelf eigenlijk verwacht had. En wat heeft hij met dat geld gedaan? Want je kunt natuurlijk verpatsen en pannenkoeken gaan eten. En in de rest van je leven in de zon gaan zitten. Want het was echt substantieel, het hoeveelheid geld. Nee. Hij heeft daarmee iets gedaan wat in zekere zin zijn allergrootste uitvinding geweest is. Hij is namelijk een laboratorium begonnen. Eigenlijk een uitvindersbedrijf is die begonnen. Het is een bedrijf waarin hij mensen aan het werk zette om allerlei dingen te gaan uitvinden. Onderzoek dus. Ja, om precies, een research laboratorium. Dat heeft hij, met dat geld is hij dat begonnen. En nou ja, dat is zoals iedereen weet een immens succes geworden. Dat was gevestigd in Menlo Park in New Jersey. Je kunt het niet daar bezoeken voor zover ik weet. Maar je kunt, dat is overigens ook een hele leuke tip. Je kunt dat bezoeken in het openluchtmuseum wat Ford ooit gesticht heeft in Dearborn. Dearborn is een aanpalende county bij Detroit. En dat is een van de leukste en interessantste openluchtmusea die ik ooit heb gezien. Kosten nog moeite zijn daar gespaard. Er staat van alles en nog wat. En daar staat ook, al heb ik het gemist toen ik daar op bezoek was, moet ik eerlijk bekennen. Daar staat ook een replica van dat laboratorium waarmee Edison begonnen is. In pak een beetje 1878, doe ik het even uit het hoofd. En ja, dat heeft geleid tot het feit dat hij een soort patentenfabriek geworden is. Want tenslotte had hij bijna 1100 patenten verzameld. Vrijwel al zijn patenten betreffen de verbetering van dingen en toestellen en zaken die eigenlijk al bestonden. Maar waar hij wel steeds een interessante draai aan wist te geven. Nou, neem die telegraaf, wie gaat nou zitten verzinnen hoe je vier boodschappen tegelijkertijd kunt versturen. Dat is natuurlijk... Ik zou er nooit aan gedacht hebben. Ik zou lang en kort. Eén voor één, ja. Ik had er één verstuurd en dan was ik lekker gaan zitten lezen. Dat deed hij overigens ook wel. Het was een nieuwsgierig aagje. Ja, dat valt je toch op ook Faraday en Edison, dat het al geïnteresseerde, lezerige, experimenterende, dat er blijkbaar vrij vroeg in zit. Ja. Het is niet zo dat ze het toevallig of zo gaan doen, nee. Het zit er al in, zal ik maar zeggen. Dus hij heeft aan alle mogelijke zaken gewerkt. Chemische proeven gedaan, materiaalproeven. Vaak 10.000 verschillende soorten van materiaal gebruikt op zoek naar het juiste materiaal. Daarvan zal ik zo een voorbeeld geven. Dus je moet er iets uitpikken. Dus ik dacht, we pikken eruit het elektrische licht. Daarbij moet worden gezegd dat de gloeilamp, dat het idee dat je een gloeilamp zou kunnen maken, die aangedreven werd door elektriciteit, was niet van Edison. Sterker nog, er was op grote schaal
door Jan en Halleman geëxperimenteerd met elektrisch licht. En je had dat, die koolspitslampen, die bestonden al. Die geven zo'n enorm helder wit licht. Ja. Maar het probleem is dat je die koolspitsen steeds, want ze branden af, zal ik maar zeggen. En als ze maar lang genoeg afgebrand zijn, dan houden ze ermee op natuurlijk. Dus je moet alsmaar bijgesteld worden. Maar je had ook geloof ik wel koolspitsverlichting, wel straatverlichting en zo. Maar ja, het gaf in ieder geval spectaculair veel licht. Maar hoe maakt hij nou een gloeilamp? Want je kunt moeilijk een koolspitslamp in je woonkamer, dat is niet zo verschrikkelijk handig en levensgevaarlijk. Eigenlijk ook natuurlijk wat we daarvoor hadden, dat wordt vaak vergeten, was natuurlijk gasverlichting. Maar gasverlichting, je voelt het al aan je water, dat is zo, dat geeft een brandgevaar van heb ik jou daar. Je moet eens kijken hoeveel schouwburgen er zijn afgebrand in de 19e eeuw. Daardoor ja. Ja, aan de lopende band. Echt aan de lopende band branden die schouwburgen af. Waar zijn we nu gebleven? Ja, het onderzoek naar de gloeilamp. Zelfs Volta, ik beloofde al dat ik Volta zou noemen. Volta had al gezegd, als je een stroom door een draadje laat gaan wat weerstand biedt, dan zal dat draadje, dat zal warm worden. En als het draadje warm wordt, gaat het gloeien. En dan, wat is gloeien? Dat is dat het licht geeft. En hij had daarvoor een platina draadje gebruikt. En dat werkte. Al in 1800 of zo. Maar je voelt al aan je water, ja, een platina draadje, leuk. Maar het is wel vrij prijzig, een platina draadje. En ja, hoe lang werkt dat? Nou, kortom, Jan en Alleman had zich in dit vraagstuk verdiept. Iedereen begreep, het moest een gloeidraadje worden. Liefst natuurlijk in een vacuüm, geloof ik. Dat was wel een voordelige zaak. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken, hè, want een gloeilamp, die gloeilampen van ons waren ook vacuüm getrokken. Als ik het wel heb. En Edison heeft heel lang gewerkt aan het zoeken naar een ideaal gloeidraadje. Hij heeft echt duizenden en duizenden materialen beproefd door ze onder stroom te zetten en te kijken. Meestal gloeit het dan, denk je, leuk licht, alleen gaat het na 10 uur uit. Je moet wel, Ten slotte heeft hij een materiaal gevonden wat 1200 branduren kon garanderen. En dat was verkoolde bamboevezel. Dat zijn de eerste, dat was ook uiteindelijk op de lange termijn ook geen ideaal materiaal. Want onze gloeilampen, die nu alweer verdwenen zijn, en heeft de EU ze eigenlijk ook niet verboden? Volgens mij wel, ja. Precies. Ze worden sowieso niet meer gemaakt en er hangen er natuurlijk af en toe nog wel van die lampen. Ja, maar die worden niet meer vervangen. Ja, die kunnen niet meer vervangen worden. Nou, kijk genoeg. Ik zal verder geen mensen verraden die... Voor de bus gooien? Nou, voor de bus gooien, ja, dat is... We hebben hier trouwens een lijn achter, een elektrische bus. Ja, daar rijdt hij net. Hij zoeft voorbij. Scheelt wel hoor. Scheelt echt. Het werden mij weinig. Ik klaagde vaak over het feit dat ik dat moderne licht, dat ik dat niet mooi vond. Dat een beetje blauwig allemaal, een beetje natrium, hoe heet het, TL-buizerig, zal ik maar zeggen. En mijn meerdere baas zei, heeft u een flink pakket ouderwetse gloeilampen. Met dat gezellige, fijne, kerstachtige verlichting. Nou, helemaal geen probleem. Kan zo geleverd worden. Heb ik dat toen gedaan? Ja, deels wel, geloof ik. Maar ik heb nu bijna allemaal LED-licht. En dat is leuk, dat LED-licht. En ik moet zeggen, ik had een vrij forse LED-lamp hier bij de voordeur gemaakt. Zodat we de inbrekers meteen kunnen betrappen, natuurlijk. Ja. Hartstikke dure lamp, ik weet niet, geloof 9 piek kan dat? Ik heb geen idee. LED-lampje, weet het ook niet. En daar staat erbij dat hij jaren meegaat, nou deze dus nog geen half jaar. En dat was met die andere spaarlampen vaak ook het geval. Hartstikke duur en in feite branden ze niet zo heel veel langer dan die ouderwetse traditionele gloeilampen. Mm. En ze hebben nog een nadeel, ik heb 2 bureaulampen. Er zitten nu allebei LED-lampen in. Allemaal hartstikke fijn, geheel in overeenstemming met de voorgeschreven regels om de planeet te redden. Maar vooral als het koud is, dan mis je de ouderwetse gloeilamp. Want je kon fijn je handen warmen aan de lamp. Ja, dat kan nu niet meer. Dat kan niet meer, want het geeft nog een heel klein beetje warmte, maar mag geen naam hebben. Maar dat is ook even wennen natuurlijk, hè, daaraan. Jij bent dat ouderwetse licht gewend.
Ja, nou, en bij ledlampen kun je natuurlijk de lichtwarmte, de lichtkleur, die is variabel. Ja, je kunt ook roze maken als je wil. Ja, precies. Je kunt met die, als je een toestelletje erbij hebt, waarschijnlijk met zo'n transformatortje of zo, kun je die lichtkleur kun je wisselen. Maar nou, met een roze licht een boek te gaan zitten lezen, daar voel ik eigenlijk niet zo. Je ziet het wel eens, hè, in huizen, dat ze dan s'avonds laat hebben. Ja, het rode zeker. Licht aan. Ik weet op mijn avondwandeling wel huizen waar je ook, als je maar niet te hard loopt, zie je het licht verglijden van roze naar groener en van groener. Nou ja, kan alle kanten op in feite. Ja, fantastisch toch. Hè, dat. Want ja, het zijn allemaal dingen die eigenlijk ongemerkt je leven binnensluipen. Gloeilampen die een fractie van de energie gebruiken die de ouderwetse gloeilamp gebruikt. Want de ouderwetse gloeilamp, want ik moet natuurlijk even door met Edison. Maar de ouderwetse gloeilamp, die verpesten dus 80% van zijn energieverbruik aan de generatie, het genereren van warmte. En maar 20% of zo aan het genereren van licht als gevolg van het gloeidraadje. Dus ja, dat was tenslotte geworden verkoolde bamboevezel, 1200 branduren. Dus dat zag er toch commercieel ook wel, kijk, extra prachtvogels ook. Ik zie hem niet, waar zit hij dan? Hier. Straat, kijk, daar heb je. Oh, is het op straat? Ik dacht, hij komt op de auto zitten. Al die kraaiachtige, heel interessante vogels. Die extra zijn weer wel gezellig. Vaak natuurlijk met z'n tweeën, het huwelijk zou ik maar zeggen. Maar de kouwe in het park, die zijn altijd in groepen. Die zijn altijd bezig met elkaar te spreken. En ja, die hebben een enorme, ingewikkelde sociale cultuur. Hebben die. Totdat zo meteen Kees de kat komt. Ja, maar goed, als er dan een kou in de straat zitten, die waarschuwen alle andere kouwen. Die maken een speciaal geluid wat wij niet kennen. En dan weten al die andere kouwen, een kat. Hè? Denk ik hoor. Ja, of gevaar inderdaad. Of een hond. Of, wegwezen. Nou ja, wegwezen. Dat zal het wezen. Ja, dus hij had nu een gloeilamp in principe die 1200 branduren had. En Edison realiseerde zich, ik geloof eigenlijk een beetje anders dan al die andere lampenontwikkelaars, dat het natuurlijk wel lollig is als je een gloeilamp hebt, maar dat je de elektriciteit nodig hebt om een gloeilamp te laten branden. Dus eigenlijk is Edison de eerste die ook een systeem ontwerpt om voor elektriciteitsproductie. En die elektriciteitsproductie, dat was aanvankelijk met stoommachines en later denk ik met diesels, dat weet ik niet precies, maar aanvankelijk niet van met stoommachines. En dat was een gelijkstroomsysteem. En het probleem van gelijkstroom toen, nu niet meer, dat heb ik ondertussen wel begrepen. Het probleem met gelijkstroom toen was dat het zich vrijwel niet liet transporteren over grote afstanden, omdat het spanningsverlies dan veel te groot was. Maximaal, begreep ik uit het verhaal, 1,5 mijl of zo. Dus zeg maar 1 kilometer of 1,5, 2 kilometer of zo. Dat betekent dus dat het in een stad wel gedaan kon worden, want je kon een aantal van die stroomfabriekjes zou je kunnen bouwen met stoommachines. Maar dat dit natuurlijk volledig ongeschikt was om over langere afstanden te. Je zou steeds nieuwe bedrijfjes moeten. En een ander bedrijf, namelijk Westinghouse, nog steeds een bekende naam. Westinghouse had een systeem met wisselstroom. Want wat wil het geval? Wisselstroom is door middel van transformatoren heel makkelijk, als het ware, op te waarderen naar een enorm hoog voltage. 30.000 volt of zo. Ik geloof ook dat transport van elektrische energie in Nederland, dat wel 30.000 volt is, misschien nog wel meer. Dat durf ik eigenlijk niet met zekerheid. En als de stroom eenmaal aangekomen is, dan is er zal wel iets verloren gaan, maar niet veel. Dan komt het eenmaal aan en dan wordt het door een andere transformator weer gereduceerd tot een voltage waarbij je niet meteen dood bent als je er toevalligerwijs aanraakt natuurlijk. Je kunt nog een lelijke schok krijgen, zeker als je op laten we zeggen, geleidend materiaal staat. Ik zie nog mijn zuster die een schok kreeg terwijl ze met haar blote voetjes op de onderkant van een metalen lamp stond. Nou, die ging tegen de grond. Wat was ze doen dan? Lammend vervangen? Nee, ik weet niet. Dat was bij mijn grootouders en er was sluiting gemaakt. En nou, ging iets fout en zij stond met de blote voeten op de onderkant van een metalen lamp. Ik heb ook wel eens een kind gehoord, die heeft een schroevendraaier in het stopcontact gestopt. En?
Ja, daar zat gelukkig zat aan dat stop van die schroevendraaier zat zo'n, wat is dat, wat zit erop? Zo'n plastic... Ja, precies. Dus dat geen geleidend materiaal. Nee. Net zo goed als hout niet geleidend. Maar ja, allerlei materialen die wel en je hebt materialen die niet geleidend zijn. En nog interessanter, er zijn halfgeleiders die soms wel geleidend zijn en soms niet geleidend zijn. En dat is de... Komen we over maanden over te spreken. Dat is de transistor in principe. Die unieke eigenschappen heeft. Het systeem van Westinghouse, dat werkte beter. Die hele strijd tussen gelijkstroom en wisselstroom is erg opgehangen aan de veronderstelde ruzie tussen Tesla en Edison. Maar ik begreep eigenlijk uit van allerlei informatie die tot mij kwam. Dat die e-mailtjes die mensen hebben gestuurd? Ja, maar vooral die meneer Alga, dat was een heel, heel informatief stuk, had hij gestuurd naar mij. Nog even afgezien van het feit dat hij ooit mijn opa had zien opereren. Mijn bejaarde opa. Ik zal hem nog bedanken voor zijn zeer informatieve mail. Want hij gaf ook allerlei dingen aan waar je naar kon kijken of die je nou zou kunnen lezen. Dus dat heb ik allemaal braaf gedaan. En zodoende ben ik ook tot een wat andere visie op Tesla geraakt. Het was een ruzie tussen Westinghouse aan de ene kant en Edison aan de andere kant. En die ruzie is verloren door Edison. Want nu kunnen ze ook met allerlei nieuwe technieken, kunnen ze ook met gelijkstroom van alles en nog wat rondtoveren. Maar dat kon toen niet. Dus gezien de stand van de techniek, was wisselstroom aan het eind van de 19e eeuw the way to go. Waarom zeg ik dat nou, the way to go? De weg om te bewandelen, de route naar de toekomst. Weet ik veel wat je er in het Nederlands van zou kunnen maken. Ten slotte, Edison was enorm eigenwijs. Het heeft ook nog allerlei strijd gegeven. Want Edison heeft zich wel in de reclamecampagne gestort. Wat ook wel amusant is. Er werd voor het eerst ook een elektrische stoel geconstrueerd. En je begrijpt dan met wisselstroom. Zodat de adepten van de gelijkstroom kon zeggen, moet je kijken, hè, om iemand dood te schokken, daar wordt wisselstroom voor gebruikt. Dat is pas gevaarlijk. Er zijn ook al ongelukken gebeurd met wisselstroom natuurlijk, omdat dat voltage zo veel hoger is. Kan worden gedaan, maar tenslotte was het een verloren strijd. Toch te lang geen slokje genomen. Op een goede dag kom ik hier rochelend aan mijn einde. Ik ben meteen iets te enthousiast geweest. Zo. Wacht, ik weet niet. Dit staat wel op dit blikje sprankelend. He, dat... Ja, bruisend water is het, ja. We gaan geen namen noemen. Nee. Ja, dus zo sterker nog. Edison bleef eigenwijs. En toen hebben zijn geldschieters, J.P. Morgan, grootste bankier uit deze tijd in Amerika, die heeft hem eruit gegooid als directeur van zijn eigen bedrijf. En die is samenwerkingsprojecten aangegaan met anderen die wel in de gelijkstroom, in de wisselstroom gingen. Maar het geld ten aanzien van Edison te prijzen, dat hij meteen begreep, die kan lollig een gloeilamp, maar je moet een systeem hebben om stroom te kunnen leveren. Dat hij nou toevallig een verkeerde keuze had gemaakt, alweer. Hij zou, als hij nu weer terugkomt uit de hemel, waar hij ongetwijfeld in zit, zeggen, zie je wel, gelijkstroom. Hè? Maar dat komt gewoon omdat alle mogelijke elektrische technieken totaal veranderd zijn. Ja. En veel ruimere mogelijkheden bieden, heb ik begrepen. Maar dus is het een beetje hetzelfde? Je kunt wel een auto hebben, maar als je geen snelwegen hebt, heb je er niks aan? Totaal niks, nee. Vandaar natuurlijk dat in de jaren 20, nu je het toch over die auto's hebt, ik werd natuurlijk al op grote schaal aan de lopende band auto's gebouwd. Denk aan de T-Ford, waar we het wel eens over gehad hebben. Ja, uitgebreid. In de jaren 20 is meer geld besteed door de overheid aan wegenaanleg dan er besteed is door alle mensen die een auto hadden gekocht. Ja, zonder wegen heb je er niks aan. Hmm. En tenslotte hebben ze in Amerika natuurlijk een federal highway systeem aangelegd in de jaren 50. Ja. Misschien wel een van de belangrijkste besluiten die door Eisenhower zijn genomen. Hmm. Wordt kwalijk, wordt op allerlei punten slecht onderhouden, maar het is een systeem wat in ieder geval voor de hele Verenigde Staten geldt. Zo goed als wij op vierbaanswegen vanaf dit moment, hè, je kunt de motor starten
En dan kunnen we op vierbaanswegen naar Milaan rijden. Ze niet ondergesneeuwd zijn op dit moment ergens, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ja, dus dat is de grote verdienste geweest van Edison, dat hij onmiddellijk zag dat een gloeilamp ook een industrie nodig heeft. Edison heeft zich met alle mogelijke dingen bezig gehouden. Meestal dus, ik zei het al, verbeteringen. Hij heeft bijvoorbeeld een bruikbare microfoon ontworpen, die nog tientallen jaren daarna gebruikt is. Hij heeft ook allerlei materiaal onderzocht. Hij heeft bijvoorbeeld geprobeerd om... We worden nu bezocht door een grote zwarte hond. Die vindt het hier zo interessant. Ik weet niet, waarschijnlijk ruikt jouw auto al bijzonder interessant. Hij staat bij een paal, hè? Staat hij staat bij een paal. Ja, ja. Waar die hond een plasje tegenaan gedaan heeft. Ja. Ja. Dus een microfoon heeft hij ontworpen. Hij was de eerste die dacht, wat zou het aardig zijn als we muziek zouden kunnen opnemen, zouden kunnen vastleggen. Dus hij heeft ook een patent aangevraagd voor een fonograaf. Maar daar heeft hij verder, dat bleek toch allemaal veel complexer te zijn dan hij wel gedacht had. En ook bij die fonograaf bleek toch het grote probleem dat je een medium moest uitvinden waarmee je die muziek kon afdraaien. Aanvankelijk gebruikten ze een wasrol. Maar ja, je voelt al aan het water, dat kun je niet regelmatig draaien. Dus daar is het tenslotte de bekende schellak. Ah. Niet de langspeelplaat, want die komt pas veel en veel later. Had je een grote schellakplaat, die draaide 4 of 5 minuten of zo. Ja. Als ik het wel heb. Maar hier dankt Edison dus ook zijn, want je hebt natuurlijk de Edison-prijzen. Dat heeft hier natuurlijk mee te maken. Ja, denk aan die microfoon en denk aan het feit dat hij de eerste was die dacht van, of zou het leuk zijn als we, ja, ik moet even mijn neus snijden, het wordt steeds erger allemaal. Ja, maar niet zijn. Misschien moet je het raam weer dicht doen. Ik word aangegrepen hier door een... Door de kou. Ja, door de kou, door je hebt zelf het raampje open gedaan. Dat is waar. Wacht, ik denk dat je nu even stroom moet hebben, anders doet hij het niet zo. Kijk. Oepsie. Ja. Nou ja, we eindigen toch dit verhaal. Want we gaan niet alle uitvindingen van Edison nalopen. Maar eigenlijk is, hoe gek het ook klinkt, zijn belangrijkste uitvinding is dat hij een uitvindingenfabriek heeft gesticht. Ja. Dat is eigenlijk zijn belangrijkste bijdrage. Ja. Waar enorm hoeveelheden mensen werkten aan allerlei dingen die hij interessant vond. Maar ze mochten ook zelf iets uitzoeken wat ze leuk vonden of interessant vonden. Hmm. Er is ook vaak gezegd, begreep ik, dat Edison niet veel van wiskunde begreep. Waarschijnlijk ook niet. Maar hij had medewerkers die daar van alles van begrepen. En heeft ook wel wiskundige technieken laten gebruiken door zijn medewerkers. Ja. Dus is hij een man van essentieel belang? Ja, dat is hij. Want wat hij natuurlijk heeft gedaan. Sorry. Die uitvindingenfabriek is later overgenomen door grote technische bedrijven. Die hebben hun eigen laboratoria opgericht. We hebben het gehad over het Philips Natuurkundig Laboratorium. We hebben het gehad over Bell Labs. Het NatLab. Dat zijn allemaal in feite uitvindingenfabrieken. Zij het gericht op specifieke producten. Ja. En dat is heel karakteristiek voor die 19e eeuw dus, dat men eigenlijk het uitvindingen doen of de technologische ontwikkeling institutionaliseert. He, waardoor natuurlijk hoeveelheid nieuwe ideeën, nieuwe technieken, nieuwe productietechnieken ook, niet waar, zich enorm uitbreidt. Dus daar moeten we het de volgende week over hebben. We zullen nog even die telefoon natuurlijk erbij betrekken. Maar er zijn nog veel belangrijker uitvindingen gedaan die in allerlei opzichten de wereld veranderd hebben. En dat vergeten we nog wel eens. Er worden voortdurend nog steeds uitvindingen gedaan waardoor de wereld verbetert. Hè? Ja. Zowel op medisch gebied als op elektronisch gebied. Ik begrijp ik toch dat. Kijk, technisch begrijp ik er al heel gauw niks meer van. Dat moet ik er wel even eerlijkheidshalve bij zeggen. Kijk, Faraday, dat begrijp ik nog, die stoommachine. Kijk, als er plotseling iets verschrikkelijks gebeurt, een calamiteit waardoor een groot deel van de wereldbevolking verdwijnt, maar ik blijf over, samen met nog een paar andere bejaarden, dan kan ik wel uitleggen hoe ze een stoommachine moeten bouwen. Dus we kunnen helemaal weer overnieuw beginnen. Maar de smartphone, dat zal uit mijn hoofd niet komen. Dat weet ik eigenlijk wel zeker.
Dus we gaan volgende week nog even door met de telefoon en met andere uitvinders. Ik moet er wel bij zeggen dat mensen zich goed moeten realiseren dat het idee dat we steeds individuele uitvinders behandelen is wel leuk en historisch klinkt dat goed natuurlijk. Maar het uitvindingen worden gedaan in een wolk, als het ware. Het is zelden zo dat het één persoon is. Het zijn altijd mensen die met elkaar gepraat hebben. Het idee zoomt al rond. Hoe heet dat dan weer in het Engels? It's in the air. Je had vroeger George Formby. Dat was een komische Engels. Zeg jou niks, hè? Nee. Die maakte komische films. Komische Engelse films. Ontzettend kinderachtig. En een van die films heette It's in the Air. En het is een mooie uitdrukking. Het is er. Iedereen, het zoomt rond als het ware. Zo moet je het ook zien. Dat is ook het grote bezwaar tegen die Nobelprijzen. Dat is zelden het werk van die één of twee mensen. Het is altijd het werk van hele researchgroepen, laboratoria, lange tradities. De wetenschap is een enorm ingewikkeld bedrijf. Daar komt het eigenlijk op neer. Jij zegt Nobelprijzen, zij zeggen Nobel. Ja, ik weet niet wat Nobel zelf zei, maar ik heb nu eenmaal geleerd Nobelprijzen. Ja. Dus ja. Op een goede dag kom ik hier rochelend aan mijn einde. Ik ben meteen iets te enthousiast geweest. Kijk, de Volkskrant is een kutkrant. Er staat een nieuw luisterboek voor je klaar, namelijk de live podcast van afgelopen dinsdag. Amerika na de Koude Oorlog. En net is Margaret Thatcher bij Bush op bezoek en kennelijk hebben ze het erover gehad. En dan zegt Margaret Thatcher in het openbaar, don't go wobbly on me, George. De live podcast luister je nu terug als luisterboek via het linkje in de beschrijving. Ik ben nu 79. Denkt u dat ik het vertrek van Rutte nog ga meemaken? Julian Jachtenberg is genomineerd als Groene Impactmaker van 2023. En dat doet hij met een uniek idee. Met welk idee hij dat doet, hoor je in de podcast C-Level. Ik sprak hem laatst en de link heb ik in de show notes gezet, zodat je de aflevering nu kunt luisteren.